Precies een week na het vorige incident gaat afgelopen nacht deze stoeptegel tegen de ruit van de Ram Mandir-tempel aan. De schrik bij de gemeenschap zit er dan ook goed in. Mensen durven wel te komen, maar je ziet met name voornamelijk oudere mensen die dan bang zijn. Omdat ze zijn belaagd of beroofd of bekogeld. Want dit is niet het eerste incident. Eerder werden hindoes bekogeld door jongeren van achter het hek. De maat is vol, er komen camera's. We hebben zichtbare en zo onzichtbare maatregelen. En u zult mij vergeven dat ik die hier niet allemaal noem. Maar zichtbaar zijn nu de camera's. Want het is van belang om de vernielingen bij deze mandir te stoppen. Leden van de hindoegemeenschap zeggen al 20 jaar last te hebben van jongeren uit de buurt. Alle inspanningen tot nu toe lijken weinig zin te hebben. Uit verschillende gesprekken en verschillende mensen hebben dat al aangegeven, dat het gaat om Marokkaanse jongeren. Heel triest, heel jammer, maar het zou heel fijn zijn. En dus bij deze ook een oproep aan de Marokkaanse gemeenschap ook, om hun jongeren in te zetten, om met deze jongeren in gesprek te gaan. Maar die jongeren die moeten we wel echt gaan aanpakken nu. Ja, maar dat hoor ik al jaren. Wat ik zeg, het is een hardnekkig probleem. Ik denk ook niet dat het morgen opgelost is, maar dat ontslaat ons niet van de plicht om hier keihard bovenop te blijven zitten. Het komt vooral hard aan omdat het een religiestrijd is. Zien mensen dit als een aanslag op het hele hindoeïsme? Ja, dat is het misschien ook wel. Zo wordt het toch wel beleefd. En daar moeten de camera's ook een einde aan maken. Ook omdat in Den Haag, stad van vrede en recht, iedereen in vrede zijn geloof moet kunnen beleven. De tempel laat de ruit pas repareren nadat de camera's zijn geplaatst om te voorkomen dat het nogmaals gebeurt, zonder dat het op beeld staat.